misschien met een sheet met de kop 206 ideeën. Ja, dat is een fantastisch bruggetje, wat ik net al in je vraag beantwoordde van wat is betekent van Amstelscheef nou, hè? Dat je kader wil hebben voor ideeën. Ja. En wat wij gedaan hebben, 206 ideeën die variëren van dat het dorpmodel van de Zuidas moet worden doorgetrokken onder de Amstel door, tot dat de Japanse duizendknopen bestreden moet worden. Ja. En dus die enorme schaalverschillen in ideeën, dat hebben wij geprobeerd om dat te groeperen. We hebben 60 punten gaan we in een notitie onderbrengen, waarvan 5 ruimtelijke punten. Dat gaat over dingen die echt ver buiten Amsterdam afspelen. Heel veel dingen gaan over beleidsmatige, echt beleidsmatige dingen. En dan blijven er 146 punten over. En we gaan 146 debatjes organiseren, 146 gesprekken. Daarvoor wordt de site nu aangepast. En we hebben 97 punten echt specifiek nu op de kaart gezet. Die staan daar op die panelen, die draaien straks om. En het bureau van Dennis Holthof en met alle mensen van de overkant op beleidsonderzoek hebben daar gekeken. En we hebben de eerste uitwerking daarvan gemaakt om nu de komende 6 tot 8 weken met elkaar in gesprek te gaan. En die straks dus de eerste blok. Dat is even het kader bij de 206 ideeën. Die kunt u gaan kijken op de panelen. Dat gaan we doen met een kopje koffie. En dan gaan we daarna per paneel stilstaan met elkaar over wat u vindt van die uitwerking. Mag ik een applaus voor alle bestuurders die hier waren en hun handtekeningen in de handen hebben gezet? Dank voor de bestuurders en dan gaan wij naar de kopje koffie.